Kom maar hier. Ja, stop. Ja. Maar als ik dat in de bok? Dan niet erg. Voilà. Eerste lucht. Pakje. Kom maar hier. Ja, stop. Daarvoor. Alt voor en achter. Ja, goed. Ja, dat goed. Kan je boven dat bolletje vliegen? Ja. Wow. Goed gedaan. Oh, dat is veranderd. Nee, dat is goed. Dan zit je zo en weer boven dat bolletje, maar dichter, lager. Lager? Lager. We gaan zien hoe lang dat die vliegt. Amai, die vliegt goed, hè. Dat is beter dan de rode, hè. Ja. Ja, nog eens. Vlak over dat bolletje. Ja. En die vliegt snel. Ja, ja. Altijd vooruit en achteruit, ook als hij gedraaid is. Oh, echt? Ja. Ja, echt? Oh. Ja. Ah, maar de besturing is anders. Ja, maar je moet er wel. Moet ik die nu zo draaien? Mm. Ah, afregelen! Wacht even. Wat is de voorkant? Huh? Blauw. En als ik zo doe, gaat die nee, naar daar. Nee, minuutje. Om dat eerst afzetten. Oh, dit is achter tevoren. Ja? Blauw is voorkant. Zo. Dus als ik nu duw. En draai hem weer zo. Let me see.
nu met zijn, ja, zo. Voorkanten. Voorkant is naar daar, hè. Oké. Daar nu zo. Ja, dat werkt nu. Nu moet je doen hoe dat je wilt, hè. Hij gaat altijd voor en voor, kijk. Dan maar naar binnen, stuur. Ja. Wow, dat is super raar. Ja, dat is gemakkelijk, hè. Dus ik draai. Je moet niet meer naar de lichtjes kijken. Je mag zelf draaien terwijl dat je vliegt. Dus. We gaan naar u komen. Draai maar heel de tijd. Kom naar hier, naar hier, naar hier, naar hier! Sorry, maar ik begrijp dat soms niet. Want soms denk ik dat dat nog altijd. Nee. Je moet luisteren en je moet je vlucht plannen. Leg die tafel maar naar hier. Dat gaat. Helemaal naar hier. Zo? Gaat op het bed. Ja. Allee, lief voor. Het is heel dat je die legt nu, alhoewel, nu weet ik het niet meer natuurlijk. Mag je die ook zo schuin zetten? Mag je die zelf zo op schuin zetten? Ja, precies wel, hè. Ik weet het niet, ik probeer. Voorzichtig. Ja, dat gaat. Voorzichtig, hè. Dat gaat. Ja, dat gaat. Dat is super raar. Dat is headless mode. Wat? Headless mode. Dat begrijp ik niet al, hoor. Ik zal zo'n alles hier uitleggen. Draai maar heel de tijd rond. Terwijl dat hier rondlegt, doet hij dat nog. Ja? Sneller. Blijf, vierkant rond. Ja. Kom maar hier, kom maar hier. Stop. Wow. Zie je het? Hij blijft nog sturen. Ah, dus als ik draai, kan ik nog altijd sturen? Ja, maar opgelet, hè. Dan moet, ik zal niet te veel experimenten. Maar waarom gaat hij toch zo gaan? Nee. Nee? Nee. Oh, wow, dat is raar. Je ziet gewoon met de rechterkant. Zie je? Hij draait rond en hij blijft voortgaan. Oh, wat? Gaat niet te hoog, naar beneden, naar beneden. Boven het bolletje. Stop! Wow! Oké, we gaan dat afzetten. Ik ga iets uitleggen. Dus. Bovendrukken. Ja, van boven drukken. Zet hem af, we gaan hem bijladen. Dat noemen ze headless mode. Dat wil zeggen zonder kop of zonder staart. Moet ik die terug zetten? Ja, luistert niet. Zonder kop of zonder staart. Wat wil dat zeggen? Dat die altijd luistert naar het rechter knoppeltje. Hoe dat je ook gedraaid bent. Zelfs als je zo. Zo. Ja, als hij rondrijdt, gaat hij nog gewoon bestuurd worden. Zinder. Headless mode. Kop- en staartloos. De Chinezen zeggen tailless zonder staart en wij zeggen kopless. Zonder kop. Hij blijft dus gewoon sturen. Oké? Okay? Ja. Right. Ga hem opladen. Ik ga hiermee stoppen. Oh, dat is cool. Ja, dat is cool.